Geweldig om hier te zijn. We wonen hier vlakbij, sinds kort. Eigenlijk sinds een jaar nu. En ik spreek veel in allerlei kerken, dankjewel. In allerlei kerken overal in het land. En dat betekent dat je eigenlijk altijd heel vroeg moet opstaan. En ik zie heel vaak de zonopgang op zondagochtend. Die is altijd mooi. En het is geweldig werk om te doen. Mijn werk is op zondag. Ik werk op zondag. Dus als er mensen zijn die daar problemen mee hebben, werk op zondag. De dominee doet het ook. Dat is altijd een goede. En ik doe het ook, ik ben geen dominee. Maar en voor mij is het heel leuk om gewoon 's ochtends uit mijn bed op te staan vanochtend en te lopen naar de kerk toe. En ik heb me vaak afgevraagd van hoe komt het dat de voorgangers van Mozaïek 0318 er altijd zo fris uitzien. Maar dat komt gewoon omdat je lekker 's ochtends lopend naar de kerk kan gaan. Dat is heerlijk. Dus dat voorrecht had ik vanochtend ook. Overigens gaat het hele voorgangersteam naar Londen toe nu. Dus die heb je allemaal de zaal uit zien lopen. En we dachten, we doen een grap aan het begin. Op het moment dat ik het podium opkom, loopt iedereen gewoon ontevreden de zaal uit. Ja, nou goed. We gaan lezen uit Johannes hoofdstuk. Johannes hoofdstuk 5, daar gaan we uit lezen. Ik ben getrouwd met Gea. We hebben 3 kinderen die hier ook in de kerk zitten. Mijn vrouw is hier elke zondag, probeert ze hier te zijn. En zo leven wij mee met Mozaïek 0318. En wat geweldig dat er in Bunschoten-Spakenburg en Amersfoort-Vathorst en de hele omgeving daar, dat er ook een nieuwe Mozaïekgemeente gaat ontstaan. Ik vind het een heel bijzonder bericht dat we zojuist hoorden. En ik reis de afgelopen jaren een klein beetje mee met een aantal mensen in Bunschoten-Spakenburg. Een aantal van hen zitten ook hier in de gemeente. En ooit sprak ik daar op een avond, Groeien in Genadeavonden, heette hun avonden. En ik reed vanuit Den Haag, waar we toen nog woonden, met de auto naar Bunschoten-Spakenburg. En toen kreeg ik een beeld van God, wat ik niet zo heel vaak krijg. Ik krijg niet zo vaak beelden of visioenen. Maar dit was een heel duidelijk beeld, waarvan ik herkende dat het van God kwam. En ik zag Bunschoten-Spakenburg, waar ik op dat moment naartoe reed, in het midden van Nederland liggen. Wat ook zo is, dat was allemaal niet zo bijzonder. Maar vanuit Bunschoten-Spakenburg zag ik GPS-signalen uitgaan, 's ochtends vroeg, over heel Nederland. En GPS, dat ken je waarschijnlijk wel, zo'n tracker die je dan in zo'n auto stopt. En dat was allemaal, je zag zo al die lijnen zag je zo vanuit Bunschoten-Spakenburg over Nederland gaan. En toen dacht ik eraan, ja, dat is bijzonder. Bunschoten-Spakenburg is een plek waar vandaan elke ochtend stoepje vrachtwagens vertrekken van het brood. En wie heeft er allemaal een stoepjebakker ergens op de een of andere manier op een of andere dag? Niet zo, stoepje, handen omhoog. En vis. Dus 's ochtends gaat er brood en vis weg vanuit Bunschoten-Spakenburg. En 's avonds komt er een hele hoop geld, denk ik, Bunschoten-Spakenburg weer binnen. Maar het zou toch bijzonder zijn dat Mozaïek 0330, net zoals Mozaïek 0318, dat niet alleen een plek is voor de mensen die wonen in Bunschoten-Spakenburg en omgeving, maar dat het ook een apostolische gemeente zal zijn waar vanuit mensen weer uit zullen gaan over Nederland en brood en vis gaan uitdelen. Dat zou geweldig zijn en dat wensen we met elkaar. Zijn de mensen uit Bunschoten-Spakenburg in de zaal op dit moment? Yes. Dat wensen we jullie toe. God zegen en God zegen over Bunschoten-Spakenburg. Maar daarvoor was ik vanochtend niet gekomen. Dat is een bonus. Ik wil graag met jullie samen Johannes hoofdstuk 5 lezen. Het komt op het scherm. En als je een app hebt of een Bijbel bij je hebt, dan kun je meelezen. Johannes hoofdstuk 5. We stappen daar zomaar midden in een verhaal. Daar staat, daarna was er een Joods feest. En Jezus ging naar Jeruzalem. En in Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen, dat in het Hebreeuws Bethesda heet. En daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. En er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. En Jezus zag hem. Jezus zag hem liggen. Dat is heel bijzonder. Het is een heel grote ruimte. 5 zuilengangen, dus er moeten misschien wel 1000 mensen hebben gelegen. Of in elk geval honderden. Een beetje net zoals hier vandaag in de basiliek. We zitten hier met een hele grote groep. En bij Jezus is het zo, als Jezus binnenkomt en hij ziet een grote groep, ziet hij niet alleen de groep, maar dan ziet hij ook de enkeling. Jezus zag hem liggen, staat er. Hij komt binnen zoals hij vanochtend ook binnenkomt. En hij komt hier binnen en hij ziet niet zoals ik hier een hele grote groep mensen zitten in verschillende vakken en op het balkon. Maar Jezus ziet de enkeling. En Jezus ziet vanochtend jou hier. Je gaat misschien op in de menigte, maar Jezus ziet jou. En hij ziet je de details van alle omstandigheden in je leven. Hij weet, net zoals deze man, hoe lang hij al ziek was. Zo weet hij ook de details in jouw leven. Jezus zag hem.
Jezus zag hem liggen. En zo is het ook voor jou vandaag. En hij wist hoe lang de man al ziek was. En hij zei tegen hem, wil je gezond worden? En de zieke antwoordde, Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is er iemand al voor mij in het water. Je moet weten dat er was een verhaal in die tijd, dat als je in dat badhuis lag, als zieke, dan ging het verhaal dat één keer in het jaar, er was een seizoen en dan kwam er een engel en die kwam vanuit de hemel en die raakte dan met zijn vinger raakte hij het badwater aan en dat badwater kwam dan in beroering, zo was de legende. Dat badwater kwam in beroering en de regel van het spel was dat de eerste die in het water kwam, de eerste zieke die in het water kwam, zou worden genezen. Dus het was een kans van 1 op 1000 misschien en dan ook nog maar 1 keer in het jaar. Dus om de zoveel tijd, als het seizoen aanbrak, was het systeem zo dat je er heel snel bij moest zijn. En dan zou je situatie voor altijd veranderen. Maar ja, die man die daar al 38 jaar lag, of die in ieder geval 38 jaar al ziek was, was nooit genezen. Maar daar was Jezus. En Jezus hoort dat verhaal van die man. En Jezus zei vers 8, sta op, pak je matje op en loop. En meteen werd de man gezond en hij pakte zijn matje op, zijn slaapmat op en hij liep. Nu was het die dag Sabbat. Nou, als je de evangelie een beetje kent, als er in één zin het woord genezing voorkomt en het woord Sabbat, wie staan er dan al heel snel klaar? Wie komen er dan om de hoek? De fariseeën. Ja? Dus je ziet ook inderdaad ook op 3, 1, 2, 3, zou ik bijna zeggen, daar komen de fariseeën binnen. En ze zeiden tegen de man die genezen was, het is Sabbat. Het is niet toegestaan om een matje te dragen. Tja. Vanochtend wilde ik bijna per ongeluk zeggen, het is Sabbat, het is niet toegestaan om een ijsje te eten. Maar dat, mijn vrouw die zei van tevoren, dat kan je beter niet zeggen. En daar had ze gelijk in. Maar dat is een beetje zoals je dat dan leest, hè? Het is Sabbat. Het is niet toegestaan om je matje te dragen. Maar hij zei tegen hen, ja, degene die mij genezen heeft, die zei tegen mij, pak je, ik was niet, ik kan er niks aan doen. Hij genas mij en hij zei, pak je matje op en wandel. Wie zei dat tegen u, vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was. Want hij had Jezus nog niet eens echt persoonlijk leren kennen. En Jezus was al verdwenen omdat er zoveel mensen waren. Jezus was weer verdwenen in de massa. Het verhaal van Bethesda. Bethesda betekent huis van genade, huis van Gods goedheid. En Bethesda bestaat nog altijd, het is een ruimte met 5 zuilengangen. Een paar maanden geleden waren mijn vrouw en ik met nog een grote andere groep, zo'n 50 mensen, waren we in Jeruzalem. En een van de dingen die we bezochten was Bethesda. Ik weet nog, we kwamen door die schaapspoort heen. Een van de poorten van Jeruzalem. We liepen daar doorheen en er liep een gids voor ons uit. En bij mij werkt het zo, als de gids linksaf gaat, kijk ik vaak wat er rechts is. Ik loop niet zo makkelijk achter gidsen aan. Dat zegt iets over mijn persoonlijkheid. Ik ben graag vrij. Maar in dit geval, de gids ging rechtsaf vanaf de schaapspoort en kwam terecht in Bethesda. En toen dacht ik, nou, ik moet maar achter eraan lopen. Dus ik liep achter eraan, ik ging rechtsaf. En daar was, aan de ene kant was daar de ruïne van Bethesda met de 5 zuilengangen. Maar er stond ook een heel mooi wit kerkje. Wie is er wel eens geweest in Bethesda? Oh, best wel veel mensen, ja. Een mooi wit kerkje, toch? Of niet? En in dat mooie witte kerkje was een hele mooie galm. Er zijn weinig beelden. Volgens mij is het een Anglicaans kerkje. Gewoon rustig, mooie kerk. Er was ook een man, een geestelijke. En die kwam ons tegemoet met een hele vriendelijke glimlach. En het was een goede plek om te zijn. We kwamen er om 4 uur, kwamen we er binnen en om 5 uur zou de kerk dicht zijn. En we liepen die kerk binnen, we liepen de glimlach van die priester tegemoet. En het was een worshipreis. Dus er waren mensen bij, mensen van Lef, van de band Lef. En Thomas, je bent er ook, hè? Ja, je had je fluit bij je whistle. Dat weet ik nog, omdat het zo mooi galmde in die kerk. En we kwamen daar binnen en we gingen liederen zingen tot eer van God. Freek op zijn gitaar en Thomas op zijn whistle en het was geweldig. Maar doordat er zo'n galm was, kon je eigenlijk maar heel langzaam zingen. Als we psalmen uit ons hoofd hadden gekend, dan hadden we psalmen gezongen, maar niet iedereen kende psalmen uit zijn hoofd. Want ja, tegenwoordig in de kerk leer je niet allemaal meer psalmen. Dus we gingen opwekkingsliederen zingen. En een van de liederen die we zongen was, ik verlang naar Jezus. Dat lied van Hillsong. Dat ken je wel, hè? Ik verlang naar Jezus. Prachtig lied. En dan
aan het einde klinkt dan heel vaak dat u bent eindeloos mooi, u bent eindeloos mooi. Dat maakte zo'n indruk op me. Ik weet nog, ik stond zo met de telefoon, stond ik God te aanbidden, maar ik had stiekem ook mijn telefoon rechts om het op te nemen, omdat het zo mooi was. Omdat God zoiets bijzonders deed. Ik heb het trouwens nog in mijn telefoon zitten. Misschien gewoon mooi even om te laten horen. Ik weet niet of de geluidsman dit heel leuk vindt, maar ik doe het gewoon even door mijn microfoontje heen. Gewoon even. Hoor je dit of niet? Nou, zo ging het. Dus langzaam, maar prachtig. En de priester stond te genieten en zijn glimlach werd nog groter. Hij had een mooi wit kleed aan, of een abijt, of een groen kleed. Ik weet eigenlijk niet meer wat. Hij had een kleed aan. En ja, het was een prachtige middag. En het was in Bethesda. En het bijzondere was, ik moest daar ook spreken en ik had aan iedereen die er stond gevraagd om tijdens dit liedje handen omhoog te doen, naar de hemel op te heffen. Want er zit kracht in het uitstrekken van je lichaam, wanneer de kracht is in je lichaam om het te kunnen doen. Dat kon die verlamde man niet doen, maar wij konden het wel doen. En we hieven onze handen op, en reformatorisch en gereformeerd en waar we ook allemaal vandaan kwamen, evangelisch en pinkster en mensen die helemaal niet gewend waren om hun handen omhoog te doen voor een deel. Maar we hieven onze handen op naar de hemel. En we baden dat de aanwezigheid van God zou neerdalen in dat witte kerkje. En dat gebeurde ook. Mensen werden aangeraakt. 9 dagen later, aan het eind van de reis, toen we getuigenissen gaven aan elkaar van wat God had gedaan. Toen vertelde één iemand uit de groep. Ja, weet je nog, Wim, dat je aan ons vroeg om onze handen omhoog te heffen naar God toe. En ik deed het. En ik weet niet of mijn handen moe werden of wat het was, maar ik voelde een tinteling door mijn handen heen gaan. En die ging door mijn armen heen en ging helemaal zo door mijn lijf heen. Ik weet niet hoe het kon, maar misschien is het wel iets van God geweest. Amen. En een ander zei van, oh, dat herken ik wel, dat had ik ook op dat moment. Ook zo'n tinteling die door mij heen ging. En een vrouw zei van, ja, ik weet nog, ik liep naar binnen dat witte kerkje in. En ik had enorme pijn aan mijn been. En gewoon van het lopen. Als je een dag door Jeruzalem schokt, dan krijg je enorme pijn aan je been op een gegeven moment. En ze had last van de knie, geloof ik, of van de enkel. En ze had echt pijn. En ze zei, en ik bad op dat moment dat we onze handen omhoog hieven. Bad ik, Heere, raak mijn voeten aan. Raak mijn benen aan. En genees mij. En God deed het op dat moment. Dus het waren verhalen die zo loskwamen. Nou, eigenlijk een beetje by surprise. Kwamen dat soort verhalen in die getuigenisronde naar voren. En ik ben hier niet gekomen om bijzondere verhalen te vertellen over allerlei bijzondere genezingen. Maar ik ben vanochtend wel gekomen om een bijzonder verhaal te vertellen over Gods genade. Want we waren daar in Bethesda. En Bethesda betekent huis van genade. En ik geloof dat wat God toen deed, 2 maanden geleden op die plek, in die zuilengang, in die grote ruimte, kan hij vandaag ook doen in deze plek. En dit is een Bethesda. Dit is een huis van genade. En je kunt tegen je buurman en je buurvrouw, kun je straks even zeggen, welkom in het huis van genade. Welkom in Bethesda. Doe maar eventjes. Even de boel losgooien. Welkom in het huis van genade. Welkom in Bethesda. Want wat gebeurt hier? Jezus die loopt door de schaapspoort, staat er. Het was een feest van de Joden, we weten niet welk feest. Maar één ding is duidelijk, als de Joden feest vieren, dan slachten ze schapen. Dan gaan ze naar de tempel toe. Dan gaan ze God aanbidden en dan gaan ze offers brengen. Dus dat Jezus hier door die schaapspoort liep, hij kwam van buiten. Achter mij is de rest van Juda en hij liep zo Jeruzalem binnen door die schaapspoort. En waarom heette die poort de schaapspoort? Omdat er schapen doorheen liepen. Ja. En waar gingen die schapen naartoe? Nou, die schapen gingen niet Jeruzalem binnen om daar een feestje te vieren. Die schapen gingen Jeruzalem binnen om geslacht te worden. En tijdens dit feest moeten er heel veel schapen door die schaapspoort naar binnen zijn gelopen. En Jezus loopt ook die schaapspoort in. En daar loopt het lam van God. En Jezus had, toen hij die schaapspoort doorging, had hij naar elke plek kunnen gaan waar hij had willen zijn. Hij had naar de tempel kunnen gaan. Jezus had naar de tempel kunnen gaan. Jezus had naar de plekken van aanzien kunnen gaan. Jezus had naar vrienden kunnen gaan. Hij had naar elke plek kunnen gaan waar hij wilde. Maar Jezus ging de gids achterna en door de schaapspoort heen ging hij rechtsaf en hij kwam terecht in Bethesda. Nou, Bethesda hebben we net gelezen. Bethesda was een bijzondere plek. Het was een badhuis, maar Jezus ging niet met zijn discipelen het badhuis binnen om naar de sauna te gaan of om baantjes te trekken. Het badhuis had een andere functie gekregen.
Vroeger was het misschien een luxe badhuis geweest. Maar nu was het een badhuis waar op elke plek waar je maar kon kijken, lagen zieken, verlamden, blinden, kreupelen. Het was een huis waarin ziekte heerste. Het was een huis vol ziekte. En Jezus liep dat huis binnen. En het moet, ik stel me voor, het moet ongeveer een beetje zijn geweest zoals hier in de basiliek. Zo groot en misschien wel met net zoveel mensen. En ze lagen daar in hun verschillende zuilengangen, 5 zuilengangen. En daar lagen al die zieken. En het was een plek waar je niet graag wilde komen en waar misschien mensen ook helemaal niet kwamen. Als je er niet lag. Mensen lagen er op matjes, ze waren afgemat waren ze. En zo lagen ze daar in Bethesda. Ze wisten wanneer de ochtend begon en ze wisten wanneer de avond daalde. Maar de minuten daartussen die tikten langzaam weg. Want het was een huis van genade als je naar de naam keek. Maar de klok was ongenadig en 24 uur kroop voorbij. En aan het eind van de dag wisten ze één ding. We hebben weer één dag overleefd en die zieken waren in een overlevingsmodus. En in Bethesda, daar lagen de naamlozen en daar lagen de weerlozen en daar lagen de kapotten. En allemaal in dat ene badhuis in Bethesda. 5 zuilengangen, 5 notabene. Het getal van Gods genade in de Bijbel. Een grotere tegenstelling tussen de ellende van de duivel en de genade die God wil geven, is bijna niet denkbaar. En Jezus komt Bethesda binnen. En ik zie hem, ik ben een plaatjesdenker, dus ik zie hem daar zo bidden lopen. En al die mensen ziet hij. Nou, wat doet Jezus? Wat doet Jezus? Jezus ging op zoek, kan ik me voorstellen, naar het moeilijkste geval. Om zijn genade te laten zien. Moeilijk geval, dat klinkt een beetje abstract. Maar het was niet abstract, want het was een reële situatie waar een reëel mens op een matje lag. 38 jaar lang was hij ziek en Jezus wist het. En Jezus loopt 1 zuilengang door, 2 zuilengang door. En je ziet hem helemaal over al die matjes en over al die stoelen en banken en overal. En hij klimt naar achter en helemaal achteraan, daar ligt die ene man, 38 jaar ziek, op zijn matje. Dat is mijn Jezus. Dat is onze Jezus. Weet je, als het toen zo was, dan is het vandaag nog steeds zo, dat Jezus op de een of andere manier altijd op zoek gaat naar de plekken die het moeilijkst te bereiken zijn, naar de mensen die zich het moeilijkst laten vinden, naar de mensen die al het langst in de ellende zitten. En als het toen zo was, dan is het vandaag nog steeds zo. Vandaag ook in jouw leven. En je zit misschien achteraan op dit moment. En je denkt dat je anoniem bent. Maar Jezus komt naar je toe. En die man, hij was naamloos, we weten niet waar hij vandaan kwam, we weten niet waar hij naartoe ging. We weten zelfs, het enige wat we van hem weten is hoe lang hij ziek was. Zijn ziekte definieerde wie hij was. Dat is het enige wat we weten. We weten niet hoe oud hij was, we weten niet hoe zijn vader en moeder heten, of hij vrienden om zich heen had. We weten alleen zijn ziekte, die definieerde hoe hij was. En zo is het vandaag hier ook zo. Je bent hier binnengekomen, je bent misschien hier naar Mozaïek toegekomen omdat je hier naamloos bent en omdat je hier zomaar kan binnenkomen. En je denkt dat je naamloos bent, maar Jezus komt naar je toe. En hij gaat hier van voren, kruipt hier over de stoelen heen naar achteren en hij zal bij je komen totdat hij op de meest onbereikbare plek is. Want dat is onze Jezus. En misschien ben je omlaag gedrukt in de matheid van je leven, maar Jezus komt naar je toe. Halleluja, ik word er blij van. Jullie ook of niet? Want dat betekent, yes, dat betekent dat je vandaag niet voor niks bent gekomen. Je bent niet zomaar iemand in een crowd. Jezus komt naar jou toe. En als jij denkt dat het voor ieder ander is en niet voor jou, zou het zomaar kunnen zijn dat Jezus je vanochtend op het oog heeft. Vanochtend is hier gebeden door een ministry team voor allerlei mensen. En op de een of andere manier merkten we dat de rode lijn in de gebeden was dat de angst in ons leven is, dat de dwangmatigheid in ons leven is, dat er dingen in ons leven zijn die ons naar beneden drukken, depressies en burn-out. En vanochtend zeg ik, Jezus komt naar jou toe, want dat is wat Jezus doet. Zijn genade gaat op zoek naar jou. Je bent hier veilig, want dit is een huis van genade. Nou, en Jezus, hij gaat er over al die mensen heen en langs al die mensen heen. En zijn discipelen komen achter hem aan. En hij klimt en hij klimt en hij klimt. En dan komt hij bij die man. En dan staat er, Jezus wist dat die man al heel lang ziek was. Want Jezus weet namelijk waar jij in zit. Jezus is vervuld van woorden van kennis. Hij kent je naam, hij weet wie je bent. Jezus wist wel de naam van die man. Wij weten het niet, maar Jezus weet alles. En hij sprak dat woord van kennis. En hij zei tegen die man, nou, wat zal die Jezus gevraagd hebben aan een man die 38 jaar ziek was? Als je het verhaal niet zou kennen, zou je misschien verbaasd zijn over de vraag die jij stelt.
Want Jezus vraagt aan deze man de meest logische vraag die je kunt stellen. Wil jij gezond worden? Wil je gezond worden? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Die discipelen die moeten daar omheen gestaan hebben. En ze hebben naar die man gekeken. En Jezus stelde die vragen. En in één keer keken ze naar Jezus en zeiden... Maar Jezus, Rabbi, natuurlijk wil die man gezond worden. 38 jaar lang is hij al ziek. Hij ligt hier op een matje. U bent helemaal over iedereen heen geklommen naar deze ene man. Als één ding duidelijk is, dan is het dat hij gezond wil worden. En toch was het belangrijk dat Jezus die vraag stelde. Want waarom vroeg Jezus deze vraag? Zie, Jezus, als Jezus een vraag stelt, weet hij altijd het antwoord al. Want Jezus is het antwoord. Dus hier, het antwoord stelde een vraag... En hij wist eigenlijk al wat het antwoord was op de vraag die het antwoord stelde. Nou, zo ging het. En het gekke is dat de man niet het antwoord geeft dat ik zou geven of dat ik zou verwachten. Want wat zou je verwachten? En Jezus zit bij die man en hij fluisterde misschien of hij zei, wil je gezond worden? En die man die kijkt hem aan en die begint dan een heel ingewikkeld verhaal te vertellen... Over dat het niet het seizoen was om genezen te worden. Dat het systeem eigenlijk niet zo was dat het kon. Dat het water eerst aangeraakt moet worden. Deze man, het lijkt alsof hij met excuses komt. Maar het zijn geen excuses. Het is gewoon de realiteit, de werkelijkheid van zijn leven. Al jarenlang ligt die man op die mat. En al jarenlang is zijn verwachting dat er één keer in het jaar, met een kans van 1 op 1000, één keer een moment komt dat hij genezen kan worden. En die man heeft misschien wat afgeweten hoe heet dat ook weer als je kansen berekent. Statistiek! En hij wist zijn kans. Hij wist dat de kans miniem was. Dus zijn antwoord is, maar Jezus. U weet toch dat de legende is. Dat als het water gaat bewegen, dat er iemand moet zijn om mij erin te helpen. En ik heb niemand. En ik probeer het wel, maar altijd is er een ander al voor mij in het water. Wat hier in de badhuis van Bethesda gebeurt, doet mij denken... aan wat er ook vaak in mijn leven en in jouw leven gebeurt. Wij zijn vaak mat. Wij worden vaak omlaag gedrukt door de rat race om ons heen. En er zijn altijd mensen... Ja, wij verlangen naar genezing. We verlangen ernaar om gezond te zijn. We verlangen naar de genade van Jezus. Maar er zijn altijd mensen om ons heen die genade eerder verdienen dan wij. Er zijn altijd mensen aan te wijzen die sneller en mondiger zijn dan wij. Ja, zij mogen voor in de kerk zitten. Maar ik ga achteraan op mijn matje liggen. En laat Jezus maar gaan naar die mensen die vooraan zitten. Want voor hun is het evangelie, maar niet voor mij. En ik zou best wel Gods genade willen zien. Maar wie helpt mij om de genade te ontdekken. Er zijn die mensen in de zaal die weten, en je weet waar ik het over heb op dit moment. En je zit rechts in de zaal, of je zit links in de zaal, of bovenin, of in het midden. Maar je weet waar ik het over heb. En de rat race van het leven heeft je zo naar beneden gedrukt dat je verlamd bent in je verlangens en je weet niet meer wat je wil. En dan komt Jezus naar je toe en Jezus zegt, oh, ik ben sterker dan een legende, ik ben het levende woord. En ik ben sterker dan al die wetmatigheden in je leven, ik ben het woord van God. En ik spreek leven vandaag in jouw situatie. En dat is wat Jezus vandaag ook doet. Je zit hier met je angst, Jezus spreekt leven in jouw situatie. Je zit hier met je depressie, Jezus wil straks leven spreken in jouw situatie. Situatie. Want jouw situatie definieert niet wie je bent. En misschien ben je hier en zeg je van, joh Wim, je spreekt over angst en over depressie en over burn-out en allerlei dingen, maar het is far beyond waar ik ben. Ik voel me goed, ik ben kiplekker. Op mijn werk gaat het goed, mijn carrière gaat goed. En dan wil ik je één ding zeggen, dan zou het kunnen zijn dat jij degene bent die als eerste naar het water rent om genezen te worden. En ik kan je vertellen, het is een legende. Want hoe hard je ook rent voor je baan en hoeveel geld je ook verdient en hoe gelukkig je op dit moment ook bent. Op het moment dat jij je zekerheid stelt op het water van het bad en niet op het levende water van God. Zul je uiteindelijk teleurgesteld uitkomen. En zul je terechtkomen op een plek van matheid en verlamming. En het is niet een voorspelling die ik doe. Het is zelfs geen waarschuwing. Het is een boodschap van genade. Zoek het niet bij het water van de legende, maar zoek het bij het levende water van God. En dat is wat deze man doet. Eigenlijk een beetje zijns ondanks. Hij doet het zonder dat hij zelf door heeft wat hij doet. Want hij steekt zijn hand niet uit naar Jezus, hij was verlamd. Jezus steekt zijn hand niet uit naar de man. Jezus doet eigenlijk helemaal niks. Hij praat niet met de man. Het woord geloof komt in heel dit verhaal niet voor. Het gaat niet over geloof.
dit is het huis van genade. En Jezus, hij zegt tegen de man, ik heb een paar woorden voor je. De eerste woord is kumi. Dat is Hebreeuws voor sta op. Zoals hij dat ook zei bij Talita kumi. Meisje, sta op. Eén woord, maar in dat ene woord zo ongelooflijk veel kracht. Je hebt vanochtend maar één woord nodig. Misschien heb je 1000 keer nee gehoord, maar je hebt maar één groot ja van God nodig om op je voeten gezet te worden door Gods genade. En Jezus spreekt één woord, sta op. En de man staat op. En ik geloof dat hij niet genezen wordt omdat hij opstaat, want dit is een huis van genade. Deze man staat op omdat hij genezen is. Wij houden niet van Jezus en omdat wij van Jezus houden, toont hij ons zijn genade. Omdat God van ons houdt, halleluja, omdat God van ons houdt, geeft hij ons zijn genade nog voordat wij van hem hebben leren houden. Jij hoeft niet te veranderen om Gods genade te verdienen, maar jij gaat veranderen doordat je Gods genade ontvangt. En zo ging het ook bij die man. En er komt geen hand aan te pas en het enige wat eraan te pas komt is een woord van God. En daarom geloof ik, als wij straks na deze preek woorden van God gaan horen over jouw leven, geloof ik dat er geen hand op je hoofd gelegd hoeft te worden. Geen hand op je schouder. Je hoeft zelfs niet te spreken tot God. Ik wil je vanochtend zeggen, zelfs geloof is niet nodig. Jezus komt in genade naar je toe. Wie gelooft dat? Dat Jezus zomaar in genade naar je toe kan komen. Ja. En ik geloof dat de rest het een beetje lastig vindt om je hand op te steken. Dat snap ik ook wel. Maar Gods genade gaat overal doorheen. Of je je hand hebt opgestoken of niet. Amen. En dan gebeurt er helemaal aan het eind van het verhaal iets bijzonders. Want Jezus zegt niet alleen sta op. Hij zegt sta op, pak je matje op en loop. De verrassing van dit verhaal zit in de staart. Want Jezus, het gaat hem niet alleen om de situatie van deze man te verbeteren, om hem te genezen. Jezus, het gaat hem er vooral om het systeem te breken waar deze man in gevangen zat. Zoals het ook bij jou is. Jij zit hier op dit moment. Misschien met de gevolgen van een systeem waar je uitkomt. Misschien wel een kerkelijk systeem. Ik ken geen verhalen in de Bijbel waar de clash tussen de wet en de genade meer tot uiting komt dan dit verhaal. De wet is hard. De wet is onredelijk. De wet lijkt eerlijk. Als je het eerste bent, wie het eerste is die het eerst maalt. Maar achter de wet zit een werkelijkheid die ongelooflijk hard is. En er zijn hier mensen in de zaal en je bent opgegroeid in een systeem van de wet. En je hebt het idee gehad van ja, maar het klinkt allemaal zo redelijk. En het is allemaal zo logisch wat er staat in de wet. En het is redelijk dat ik door werken uiteindelijk het wonder van Gods genade mee zal maken. Maar Jezus gaat hier dwars doorheen. En Jezus zegt, ik raak je aan. En ik ga dwars door alle regels heen. En ik kom midden in je realiteit. En ik ga dwars door de rottigheid heen in je leven. En dat allemaal maar met één doel. Vestig je hoop niet op het water dat aangeraakt wordt door een engel. Maar vestig je hoop op mij. Want ik wil je aanraken met mijn genade. En jij denkt, ja, maar het seizoen. Of het systeem. Of de situatie waarin ik ben. Of kijk die zuilengangen. Maar Jezus zegt, oh, daar kijk ik niet naar. Ik kijk naar de zegen die ik jou wil geven. En Jezus wil jou vanochtend zegenen met één woord. Vanochtend. En een woord van genade. En waarom zegt Jezus tegen deze man, pak je matje op en wandel? Heb je er wel eens over nagedacht? Ik niet, moet ik zeggen, totdat ik dit verhaal ging bestuderen. Dat het zo bijzonder is dat Jezus zich zorgen maakt over dat matje van die man, terwijl er net een enorm wonder is gebeurd. Dat is vreemd, of niet? Vindt u dat vreemd? En de church said, amen. Ja, we vinden dat vreemd. Wij vinden dat met elkaar heel vreemd, spreken we hierbij af. Want als er net een heel groot wonder heeft plaatsgevonden, is het vreemd dat degene die dat wonder net heeft veroorzaakt door een woord vanuit de hemel, dat diezelfde man zich zorgen maakt om een heel raar klein matje dat opgerold moet worden. Dat klinkt een beetje zoals mijn vader die vroeger zei, ik had een prachtige dag voor me en dan zaten we aan het ontbijten en het was allemaal leuk en mooi en dan vroeg mijn vader, heb je je bed wel opgemaakt? Dat klonk voor mij zo out of the context. En zo klinkt het ook hier. Jezus, heb je je bed wel opgemaakt? Neem je badje op en wandel. Waarom deed Jezus dit? Jezus deed dit. Omdat dat matje in de hand van die man uiteindelijk het getuigenis zou zijn, waardoor de fariseeën en de sadduceeën en de schriftgeleerden zouden gaan nadenken over het systeem waarin ze leefden. Zouden gaan nadenken over de harteloosheid van de wet. En dat is ook wat je ziet gebeuren. De man loopt daar met zijn matje. Nu was het die dag Sabbat. Dan staat er in vers 10.
En de mensen om hem heen zeiden tegen de man die genezen was. Nou, dubbele punt. Iemand is net genezen van 38 jaar verlamming. Zolang als het volk Israël door de woestijn had gelopen, zolang was deze man verlamd geweest, 38 jaar lang. Nou, wat zouden de mensen zijn? Wat zouden ze schrijven in de kranten? Hoe zou het Veenendaalse suffertje, hoe heet het ook weer, de Veenendaalse courant? Oh, krant. Nou, wat zou er staan in de Veenendaalse krant? Man genezen na 38 jaar, ongelooflijk. En dan zou je verwachten dat de fariseeën en de sadduceeën tegen deze man zouden hebben gezegd, oh, wij kennen jou wel, je hebt 38 jaar lang gelegen en je bent 38 jaar verlamd geweest en jij stond bovenaan onze gebedslijst en we hebben voor jou gebeden en we hebben jou bezocht, want wij zijn degene die hier namens de kerk spreken. En we kennen jou, we weten de situatie waarin je bent en halleluja, hij is genezen. Maar dat is niet wat er staat. Want wat staat er? Ze zeiden tegen de man die genezen was, het is Sabbat. Het is niet toegestaan om een matje te dragen. Het zou bijna lollig zijn als het niet zo ongelooflijk stom was. Mag ik dat zeggen vanochtend? Ja, dat mag ik zeggen. Het is ongelooflijk stom wat hier gebeurt. En dan loopt die man verder met de mat en dan blijkt in één keer dat het Jezus er helemaal niet in de eerste plaats alleen om ging om de situatie van deze man te verbeteren, maar om het systeem van die keiharde wet aan te pakken. Want Jezus zegt hier, oh ja, als je het verwacht van de wet, nou dan kruip ik over iedereen heen en ik kom naar jou toe en ik wil je mijn genade geven. En genade zet je op je benen, genade haalt je uit je verlamming, genade zorgt ervoor dat mensen die naar beneden gedrukt worden, omhoog worden getild. Genade zet je op beide benen. En ik wil ook aan jullie vragen, ga maar staan op je beide benen. Dan gaan we God aanbidden door een lied. Ga maar staan als je kunt staan. Er zijn mensen die kunnen niet staan. Maar als je kunt staan, wil ik je vragen om net als deze man te gaan staan. Sta op, Kumi. En wat wij gaan doen, lieve mensen, deze week, is dat wij het matje gaan meedragen van Gods genade ons leven in. De woorden die God over ons leven spreekt. Want welke woorden spreekt God over jouw leven? Dat zijn niet de woorden van de wet. Dat zijn geen woorden van kilheid. Dat zijn woorden van genade. Dit zijn de woorden die God over jouw leven heen spreekt. Genade. Genade. Dit is het woord van God voor jouw leven. God kwam naar je toe. God koos je uit. God gaf jou de naam die te maken had met zijn genade. Je bent door God uitgekozen. Je bent door God voorbestemd om in zijn weg te gaan. Dat is allemaal het woord van God. Je bent voorbestemd om zijn kind te zijn. Je bent gekocht en betaald met het bloed van Jezus. Door het bloed van Jezus heb je een verbond met God. Je hebt de Heilige Geest ontvangen als onderpand voor wat komen gaat. En door Gods Geest verander je van heerlijkheid tot heerlijkheid. En door Gods Geest ga je van genade tot genade. En door Gods Geest ga je van kracht tot kracht. En God zegt tegen jou, je bent een nieuwe schepping. God is bij macht jouw geest en denken voortdurend te veranderen door zijn Heilige Geest. Want jij bent een tempel van de Heilige Geest. En in Christus ben je door zijn bloed verlost. Het is geweldig toch, of niet? Ja. Door zijn bloed verlost en je zonden zijn vergeven dankzij de rijke genade die God je in overvloed heeft geschonken. En we gaan nu met elkaar, gaan wij woorden spreken. Ik ga niet meer over jou spreken, maar we gaan het zelf uitspreken. Dus zeg me maar gewoon na, terwijl de muziek gewoon gaat spelen, spreek me maar na. Ik ben in Christus, erfgenaam van God. Ik ben in Christus, erfgenaam van God. Ik leef niet meer onder de vloek. Ik ben gezegend waar ik ook ga. Gezegend. Jouw huis is gezegend. Mijn werk is gezegend. Mijn voedsel is gezegend. God gebiedt zijn zegen over mijn leven. God gebiedt zijn zegen over mijn leven. Er is geen veroordeling meer voor mij. Er is geen veroordeling meer voor mij. Ik ben vrij van de vloek van de wet. Ik ben vrij van de vloek van de wet. Ik ben in Christus geheiligd. In Christus gerechtvaardigd. In Christus gereinigd. Het is het woord van God, mensen. Het is het woord van God. Ik ben met Christus opgewekt. Ik ben met Christus opgewekt. Ik ben bevrijd van schuld. Ik ben bevrijd van schuld. Ik ben door zijn striemen genezen. Ik ben door zijn striemen genezen. Ik ben verzoend met God. Ik ben verzoend met God. Ik ben begenadigd in de geliefde. Ik ben genadigd in de geliefde. Ik ben één met hem. Ik ben één met hem. I am who you say I am. Laten we dit lied zingen tot eer van God. Maar ook nadenken over wat God van jou heeft gemaakt. En van jou heeft gemaakt. Want Jezus klimt tijdens het zingen van dit lied over de bank en over de stoelen heen. En hij gaat op zoek naar de enkeling. We zijn geen crowd. We zijn in Christ. God is goed.